Je stookolieketel combineren met een zonneboiler? Dat is rendabel en duurzaam tegelijk. Hoe werkt het? Thermische zonnepanelen of zonnecollectoren worden op je dak geplaatst. Die vangen de zonnestralen op en zetten ze om in warmte. Hierdoor wordt een warmtegeleidende vloeistof in het circuit opgewarmd. De temperatuurstijging doet een pomp draaien die ervoor zorgt dat de vloeistof naar een opslagvat wordt geleid. Via een warmtewisselaar geeft de warmtegeleidende vloeistof zijn warmte aan het water in het opslagvat. De watertemperatuur blijft dus stijgen zolang de zon schijnt en zolang de temperatuur van de thermische zonnepanelen hoog genoeg is. Het opslagvat slaat het warm water op tot je het nodig hebt, voor je verwarmingsinstallatie of je sanitair warm water. Als de temperatuur van de thermische zonnepanelen te laag is, stopt de pomp met draaien. Het water wordt dan niet langer opgewarmd. In de winter volstaat je zonneboiler niet meer voor je warmwaterbehoefte. Dan springt de stookolieketel bij. Hij zorgt voor genoeg warmte om je comfort te behouden. Je verwarmingsketel en zonneboiler werken dus afwisselend samen. Zo bespaar je stookolie telkens als er zonnestraling is. Informazoet, warm voor de toekomst.